spits na 20 jaren noeste arbeid voor zijn club had besloten om zijn loopbaan te besluiten. Keek hij terug op schalenbekers en ook 1 Europa Cup. Het bestuur zette dus flink de bloemen buiten. Want als dank voor al zijn diensten werd als teken van respect nummer 9 na die dag niet meer verstrekt. Op de dag nadat de club de grote aartsrivaal versloeg, werd het legioen alsnog in rouw gedompeld. Want de laatste man die tevens ruggengraat was van de ploeg, werd in bed door een beroerte overrompeld. Bij de uitvaart zei de voorzitter met ernstig rouwbeklag: nooit meer speelt hier nummer 4 na deze dag. Aan het einde van een lang seizoen waarin de club zichzelf had gesteund geweten door hun trouwe scharen, zei de leiding in ons stadion: zijn wij met meer dan 11, de supporters spelen mee dus als het ware. En die trouwe ondersteuning werd met groot gebaar geëerd. Nummer 12 werd voor de fans gereserveerd. Toen de club een eeuw bestond en dus een feestje vieren wou, waar het glas op hun gezondheid werd geheven, bleken door die warme blijken van hun eerbetoon en trouw alle cijfers tot de 100 reeds vergeven. En een nummer van 3 cijfers past niet op een voetbalshirt. Dus de toekomst van de club werd flink betreurd. Echter, 1 exact geschoolde fan herpakte zich al vlug en hij zei: ik ben misschien niet zo bestuurlijk, maar er zijn geen regels voor het soort getallen op de rug. Dus je hoeft niet steeds te kiezen voor natuurlijk. Geef me even rekentijd, voor elke speler vind ik vast een getal dat goed bij zijn positie past. Dus de stoïcijnse keeper werd bedeeld met nummer E, want hij was in functie haast niet af te leiden. De geblokte vleugelspeler moest het doen met wortel 2 door het vierkant hoofd dat hem zou onderscheiden. En de schaduwspits die als het voetbaltechnische genie met complexe paasjes strooide, kreeg de I. Voortaan klonk er in het stadion dus Delta XLE, Forza Epsilon, hup, standaard deviatie. Slechts de arbitrage werd niet enthousiast van het idee, want die moest naar bijles toe voor de notatie. Maar niet één van de seizoenkaarthouders vond het te abstract. Niemand is nog voor zijn wiskunde gezakt.